Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag 22 september en dit weekend zijn we een weekendje in Minneapolis, dat is de hoofdstad van Minnesota. Zoals je kan zien aan mijn hoofd is het behoorlijk warm, het is namelijk 33 graden en dit weekend blijft het ook nog erg warm. We zitten in een Airbnb en het is echt een super schattig huisje, dus dat zal ik straks wel laten zien. En wat we vandaag gaan doen is in ieder geval naar Mall of America. Goedemorgen allemaal, het is vandaag de volgende dag en ik wil nog heel veel vertellen wat we gisteren in de bus hebben meegemaakt onderweg naar de mall, want dat is wel een leuk verhaal. Dus Michelle en ik die zaten naast elkaar en achter ons zat een jongen. En op een gegeven moment sprak hij ons aan en zei hij van: hebben jullie door dat die man daar verderop naar jullie kijkt? Nou, dat hadden we door en dat was best wel awkward ook. Nou, op een gegeven moment zei die man tegen ons, of man, het is echt een jonge man, zei hij tegen ons van: ja, ik kan zien dat jullie art majors zijn. Ik ben een artiest. Ik ben namelijk een drag queen. En nou, toen stelde hij zich voor, zijn naam was Jeremiah en zijn stage name was Maleficent, nog iets toch, Michelle? Maleficent. Esmeralda. Ja, Maleficent Esmeralda. En het was gewoon zo grappig dat hij helemaal ging praten en dat helemaal zijn passie was. En ja, dat is gewoon echt vet leuk. Vandaag gaan we naar Downtown East, volgens mij, van Minneapolis. En daar gaan we gewoon door het centrum heen lopen. En er zijn ook heel veel van die graffiti muren hier en daarvan willen we ook een paar nog opzoeken, zodat we wat mooie foto's kunnen maken. Hoi allemaal, we zitten nu weer bij het vliegveld, want hier worden we opgehaald door de bus om weer naar Mankato te gaan. En we zijn vandaag weer naar Mall of America geweest, want we hadden gisteren niet alles kunnen vinden in downtown en uptown
Minneapolis. Maar nu het verhaal. We komen dus aan om in te checken bij onze shuttlebus. En we vinden de naam van Michelle en Nadia wel, maar die van mij niet. Dus die vrouw laat ons zelf de lijst zien en opeens zien we staan Deventer gemeente. Het was van, huh? Blijkbaar toen ik mijn ticket dus ging boeken, gaf ik mijn rijbewijs zodat hij mijn naam kon zien. Maar in plaats van dat hij mijn naam op heeft geschreven, heeft hij dus gemeente Deventer opgeschreven als naam. Dus gemeente Deventer zit ook in de shuttlebus. We zijn alweer in de dorm en dat betekent helaas het einde van het weekend en ook het einde van deze vlog. Dus hopelijk vond je het leuk om te zien en dan zie ik je in de volgende vlog.